Welkom bij HHC TV. Mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Samen maken we HHC. Het kan nog altijd voor HHC, maar dan moet er wel een groot wonder gebeuren. Dan moet Katwijk punten gaan verspelen, Excelsior Maassluis moet dat gaan doen en HHC moet vooral alles winnen. Dat is het allerbelangrijkste. HHC tegen Barendrecht, een lastige tegenstander. Er waren eigenlijk twee uitwedstrijden die HHC Hardenberg erg verdiend verloor. En dat waren de wedstrijden in Barendrecht en in Werkendam van Kozakken Boys. En dus wacht HHC een zware opgave, terwijl Gerson Klok hier de bal overschiet. De Boshoek had er zin in, een blaaskapel op de Boshoek. Dat is natuurlijk altijd gezellig, had alles te maken met een actie voor de samenloop voor hoop. 27 en 28 mei voor KWF, prachtig doel waar HHC zich ook aan verbonden heeft. En hier wederom een kans, maar de scheidsrechter heeft al gefloten en dat is de heer Bekenbrede. Philip Ties. Met een lange peer naar voren. En Dennis Kroonen kan er net niet bij. Kroonen in de basis. En hier gaat Barendrecht. Barendrecht dat de eerste 25 minuten eigenlijk volslagen onzichtbaar was. HHC had de wedstrijd redelijk onder controle. Maar was ook niet super gevaarlijk. En hier eigenlijk het eerste gevaar van Barendrecht. Dat dan langzaam maar zeker het initiatief in de wedstrijd iets overneemt. En probeert wat kansen te creëren. Danny Monster. Goed schot hoor. Daan is duidelijk moeite mee. Van Jeffrey Aerts. En zo kabbelt de wedstrijd over en weer. De eerste helft van de eerste helft is voor HHC. En langzaam maar zeker is dit wel een grote kans. En neemt dus Barendrecht het initiatief wat over. Grote kans hoor voor Barendrecht. En dit ook. Wellicht vlak voor rust. Twee weken geleden scoorde HHC vlak voor rust. Dennis Kroonen. En daar kan niemand echt bij. 0-0 dus bij rust. En ik denk dat HHC daar het meest blij mee is. Gezien de kansen. Bal op de stip. Penalty, zegt Bekenbrede. Zo, zware straf voor Barendrecht. Echt net in de 16 meter. Dat zal de discussie niet zijn. Maar de discussie zal wel zijn of deze beslissing terecht is. En dat gaan we in de herhaling zien. Het lijkt mij dat hier de bal gespeeld wordt. Hier zien we het nog iets beter. De bal wordt inderdaad gespeeld. En dan gaat Kroonen neer. Maar ik snap dat de scheidsrechter hem geeft. Want het is heel moeilijk te zien. En T scoort dan natuurlijk. HHC op een 1-0 voorsprong. Maar ik kan me voorstellen dat er over deze beslissing in Barendrecht nog wel eens wordt nagesproken. Want deze penalty was eigenlijk niet terecht. Geel voor Geurts, die vasthoudt. Barendrecht. Dat nu dus echt moet gaan aanvallen. En een handsbal van Geurts, 3 minuten later. En dat betekent zijn tweede gele kaart. Die kan gaan douchen. En dat ziet de scheidsrechter dan wel goed. Bepalende momenten in deze wedstrijd. Want HHC dus met een man minder. En Barendrecht moet en zal natuurlijk in elk geval scoren. En het liefst met 3 punten de Boshoek willen verlaten. En dit zijn toch wel hachelijke momenten. Oeh, daar is die grabbelt ernaast. En Werkman die haalt hem van de lijn zeg. En dan is het gevaar voorlopig geweken. Maar Koos Werkman redt hier de voorsprong van HHC.
HHC dat in de tweede helft natuurlijk volledig terug moest. Omdat het bijna de hele tweede helft met een man minder stond. En Sander Daanis in het doel heeft staan. En dat is niet voor niks. Wat een geweldige keeper is het toch. The man of the match. Sander Daanis. En hier goed de bal veroverd van Klok. Kennelijk geen overtreding. En dat moet dan natuurlijk wel de goal zijn. Maar Klok faalt. En dat is zonde voor HHC. Want hier had het de wedstrijd kunnen beslissen. En dus blijft het billen knijpen. Weer zo'n wedstrijd waarop je elke minuut van het scorebord ziet. En daar de bal op de lat zeg! Oh, oh, Tim Eekman schiet de bal op de lat voor Barendrecht. Wat heeft Barendrecht dan een pech? En ook dit is een goede redding van Sander Daanis op het schot van Jongman. Er is maar één ploeg in de tweede helft die het lukt om te voetballen en dat is Barendrecht. Maar de bal wil er alsmaar niet in. Allerlaatste kans dan misschien in de blessuretijd. En weer op de paal. Niet te geloven zeg. Wat een wedstrijd. HHC wint volkomen onverdiend eigenlijk. Want er is niemand in Hardenberg die daar rouwig om zal zijn. Maar het wint volkomen onverdiend van Barendrecht. En het doet nog altijd mee om de titel. HHC TV werd mede mogelijk gemaakt door Rent & Go. Altijd een geschikte huurwagen voor iedere mobiliteitsbehoefte. En Studio 28 Videoproducties. Verhalen vertellen via beeld. Samen maken we HHC.